Ja, super. Alsof er niks veranderd is. Gewoon heerlijk om hier weer te zijn en hele mooie tijden gehad hier. En ja, ik ben blij om hier weer terug te zijn. Ja, het is toen eigenlijk heel snel gegaan. Ik speelde eigenlijk één vol seizoen bij Heracles in de basis. En toen kwam de interesse van Hoffenheim en gesprek gehad daar met de toenmalige coach Julian Nagelsmann. Daar was ik zo van onder de indruk dat ik dat gewoon absoluut wilde doen. En toen naar Hoffenheim gegaan op hele jonge leeftijd natuurlijk. En waanzinnig veel geleerd daar. Echt ook een mooie tijd gehad daar. Niet veel gespeeld natuurlijk. Daar ging ik toen naar op zoek bij St. Pauli. Ben ik een half jaar verhuurd aan St. Pauli. En vervolgens 2 jaar in Utrecht. Daar gewoon goede tijden bij beide clubs gehad. Veel gespeeld. En toen kwam het punt, dit jaar ben ik verhuurd aan Greuther Fürth. Nou, dat heeft niet goed uitgepakt. Heb ik weinig gespeeld en ik was nu op zoek naar stabiliteit. Dat ik langdurig niet meer verhuurd wilde worden, langdurig ergens tekenen. En ik ben blij dat het bij deze mooie club heb gedaan. Omdat Heracles veel interesse toonde, al in een vroeg stadium zich meldde bij mij. En ik ben daarover na gaan denken en eigenlijk gewoon meteen een goed gevoel daarover. En ik weet wat ik aan Heracles heb. Hier, wat ik zei, echt een fantastische tijd gehad. En ik denk dat het gewoon een supermooie club is. En voor mij, waar ik nu aan toe ben, is die stabiliteit, rustige omgeving, niet elk jaar weer verhuurd worden. Dus gewoon langdurig ergens tekenen. En dat is voor mij een hele logische keuze om dat nu bij Heracles te doen. Nou goed, ik kom hier al sinds ik 6 jaar ben, denk ik. Mijn vader natuurlijk hier gespeeld. Dus dat gevoel, ik heb hier als supporter op de tribune gezeten. Ja, dat gevoel gaat niet meer weg. En mijn eigen ervaring als speler hier is natuurlijk alleen maar positief geweest. Ik kwam in de winter, in de zomer wonnen we de play-offs in mijn eerste seizoen. Ja, vervolgens 2 seizoen alles gespeeld. Goede positie op de ranglijst gehad. Dus ik heb hier eigenlijk alleen maar hele goede ervaringen gehad. En dat maakt het gevoel met de club natuurlijk heel groot. Nou, ik denk sowieso dat in Duitsland wat ander type voetbal gespeeld. Is het een stuk fysieker, is het tempo wat hoger. Daarin moet je mee. Vooral in de tweede Bundesliga, waarin ik ook regelmatig daar gespeeld heb. Heb ik vooral in de duelkracht en daar de nodige dingen geleerd. Ik denk dat ik daarin echt stappen heb gemaakt. Maar goed, je wordt ook ouder, je krijgt meer ervaring. Je hebt nu meerdere competities gespeeld, meerdere landen. Dus ik denk dat sowieso, dat je dan een groei doormaakt als mens en ook als voetballer. Dus ik denk dat wel een beetje het verschil is. Meest naar uit is gewoon de wedstrijden met het publiek hopelijk snel weer. Dus daar kijken we al wel echt naar uit dat we hier in hopelijk vol stadion weer kunnen gaan voetballen.